De onderzoeksrechter in Charleroi, die de 28 moorden van de bende van Nijvel uit de jaren 80 onderzoekt, moet van het dossier worden gehaald. Dat vindt een van de vroegere speurders uit Dendermonde, die een wrakingsverzoek tegen haar heeft ingediend. De huidige speurdersploeg en onderzoeksrechter verdenken de vroegere onderzoekers ervan dat ze het dossier hebben gemanipuleerd. Meer bepaald toen in 1986 wapens van de bende in het kanaal van Ronquière werden gevonden. Over die vondst zijn al verschillende oud-speurders ondervraagd. Zij ontkennen dat ze de daders hebben beschermd. Eén ex-speurder wil nu de onderzoeksrechter wraken omdat ze zich vijandig en partijdig opstelt. Eigenlijk is dat erg, want in plaats van werkelijk op zoek te gaan naar de daders en de feiten grondig nog eens een keer te herbekijken door de nieuwe onderzoeksrechter, is men eigenlijk aan het afrekenen met een oude speurdersploeg waar men klaarblijkelijk de Zwarte Piet wil doorschuiven naar de Vlaamse speurders en dat ik vind dat dat in die omstandigheden absoluut niet kan.